Een huis huren in de grote steden van Nederland. Waarschijnlijk weet je het al, dat is echt een ramp. Noorden en Fonneke. Fonneke. Ja, huurders betalen in Nederland blijkbaar de hoofdprijs voor appartementen, kamers en studio's. Dat blijkt namelijk uit International Rent Index. Ook echt een godsvermogen aan mijn huis. En als je mijn huis ziet, dan denk je van, nou, dit is echt totaal niet waard. Ja, Koorden kan je kennen van TikToks op de huizenmarkt. En ja, hij is ook de oprichter van Libero Aankoop. En ja, hij weet veel over dit onderwerp. Koorden, spreek je je naam goed uit? Ja, Corné eigenlijk. Maar Corné, goed. Sorry. Hi, Corné. Je spreekt wel Libero goed uit, want bijna iedereen zegt Libero. Dus die pak je wel goed. Ja, hier, zo zie je, gaat hartstikke goed hier. Inderdaad, ja. Ik had een vraag. Ja, waarom is het nou zo duur in Nederland? Waar komt het nou vandaan? Ja, er was vandaag een onderzoek waaruit bleek dat volgens mij de top 4, dat er drie Nederlandse, top 5, dat er drie Nederlandse steden in stonden. En ik heb daar me even een beetje verdiept vandaag. Ik richt me eigenlijk normaal op het kopen van de woning, wat ook extreem lastig is in deze tijd. Maar wat je ziet bij dit onderzoek is dat ze hebben gekeken naar de prijzen die huurwoningen hebben die zeg maar, afgelopen kwartaal op de markt zijn gekomen. En die hebben inderdaad absurd hoge huurprijzen. En de reden daarvan is omdat het in Nederland, ja, er is natuurlijk heel negatief imago van huisjesmelkers. Terecht ook wel deels, denk ik. En ja, er zijn heel veel regels bedacht om de huisjesmelkers tegen te gaan. Waardoor je nu, dat zie ik ook bij het aankopen van woningen, dat er heel veel mensen die eerder een woning verhuurden, als nu de huurder eruit gaat, ja, dan gaan ze of een hele hoge huur vragen of verkopen. En daardoor zie je nog maar weinig huuraanbod. En het aanbod wat er is, ja, daar is de vraag enorm, het aanbod heel beperkt. En dan gaat de prijs omhoog helaas. Maar ik heb ook nog een vraag, joh. Ja? Bij mij huur, die wordt elk jaar 50 euro verhoogd. Mag dat eigenlijk wel? Er zijn binnen bepaalde grenzen, mag dat licht verhoogd worden. Ik denk als het 50 euro is, dat inderdaad mag. Ja. Okay. Jammer, hè? Anders hebben we gelijk die ook aan kunnen klagen. Ja, inderdaad. Maar het is dus heel veel vraag, weinig aanbod. En door regels die zijn ingesteld in Nederland, van het weinig aanbod eigenlijk nog minder aanbod. Dat is eigenlijk de conclusie die ik van jou hoor. Hoe zit het met andere landen? Is het daar ook zo moeilijk? Ja, je ziet wel dat dit een trend is die ook in andere landen gaande is. Dat het aantal, en dat zie je in Nederland natuurlijk ook. In 1996 kwam er niet 15 miljoen mensen uit. Ik weet niet of je nog kent, dat is niet een nummer wat op jullie zender gedraaid wordt. 15 miljoen mensen, maar je kent hem wel, ja. Ja, zeker weten, ja, die kennen we wel. Ja, nou, dat is dus zeg maar, ruim 20 jaar geleden. Ondertussen zijn er 18 miljoen mensen en er is nu gewoon een tekort van 400.000 woningen. En dat zie je ook bij het kopen van woningen, maar ook bij de huren, dat er gewoon een enorm tekort is. Dat zie je in andere Europese landen ook wel. Het verbaast mij trouwens bij dit onderzoek dat Londen er niet tussen stond, maar dat is omdat die natuurlijk uit de EU zijn. Ah. Hey Corné, eigenlijk alles wat je me vertelt, kan jij niks aan doen, maar het is super deprimerend. Het klinkt niet alsof ik in een lekker land woon met toekomst voor mijn medemens. Is er een beetje toekomst dat er een betaalbare woning kan fixen? Of moeten we allemaal tot ons 30ste, 35ste op een dag een kussen op mijn hoofd drukken van mijn ouders, zodat ik de woning van mijn ouders krijg? Wat moeten we doen? Ik ken jouw ouders niet, dus ik kan daar niet zoveel over zeggen. Nee, grapje, maar het is wel zo. Ja. Nou ja, Hugo de Jonge die zei volgens mij vorig jaar dat er 900.000 woningen bij moesten. En dat lijkt mij ook heel wenselijk als je kijkt hoe groot het tekort is. Zowel voor huur als voor koop. Maar als je dan nu kijkt naar hoeveel vergunningen er verleend worden voor het bouwen van nieuwe woningen, dan vrees ik dat je de relatie met je ouders goed moet houden. Oh mijn god, dus... Ja, dat vind ik ook niet. We zijn eigenlijk gewoon voorlopig nog maar even de lul, om het zo te zeggen. Ik denk dat er nog heel veel bijgebouwd moet worden voordat het probleem echt is opgelost. Ja. Corné, ja, dankjewel. Gaan we met z'n allen. Ja, dan maar moeten we misschien bij elkaar gaan wonen, vol. Het goedkoopste huis staat. Ja, liever niet. Ook ja, veel meer.